gisteren in Lang Leven de Liefde. Voor Emma is Sven bijna perfect. Ze mist alleen nog één ding. Volgens mij keken we elkaar toen op één moment aan. En toen dacht ik van, ja, ik zou je nu wel kunnen zoenen. Nou, dat dacht ik zo. Dus Sven gaat gelijk op jacht naar een nieuw romantisch moment. Zo. Nou, mooi. Buurman Rick heeft ook veel moeite met het tonen van zijn gevoel aan Kelly. Ik ben sowieso wel iemand die al heel gauw alles wel oké vindt. Ik denk dat jij qua karakter wel meegaand bent, zeg maar. Ja. Ik kan nu ook echt helemaal niet lezen dat je flirt of zo. Oké. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied, de mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Hallo dan. Hoe is hij dan? Ja, hij is vet aardig. Hij is wel lief hoor. Het is wel echt een goed zakje, zeg maar. Het is gewoon een goede jongen, weet je. Ik hou ook van hoe hij praat, weet je. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Hij mag voor mij wel iets stouter, weet je. Echt wel een beetje meer dat je denkt van... oh, je mag wel iets meer ondeugender zijn. Ja. Maar het is gewoon echt wel een lieverd. Lieve jongen. Ik heb mijn ding is altijd als ik aan het daten ben... wil ik je zoenen. Ja. En als ik dat niet voel... dan weet ik niet of ik je morgen wel wil zoenen. Het is niet ongemakkelijk en zo. Nee, totaal niet. We gingen net tafeltennis doen. We gingen echt wel lachen. We praten ook echt non-stop. We praten echt kapot veel. Leuk, man. Ja, het is echt leuk. Ja, het klinkt best een leuk date. Ja, dat is het ook. Echt leuk. Ja, Oké, doei, Laatje. Thanks, doei. Doei. Oh, wat op ik had. Dus dan moeten we maar dichtbij zitten, hè? Ja, dan moet dat maar. Oh. Cheers. Ja. Nu kunnen we helemaal geen stemming kijken als het regent. Ja, shit. Zullen we maar naar elkaar kijken. Ja? Ja, nee, dan stop je wel om kijken. Ja, nu word ik verlegen. Oh. Ja, blijf maar kijken. Oké. Dat kan ik niet. Ja. Jawel. Oké. Ja. Rustig. Rustig. Zijn we hier nog zo? Super gezond. Dankjewel. Hey, proosten. Cheers. Op een mooi avontuur. Ja, en het laatste ontbijt hier. Mm-hmm. Hoe zou jij deze hele avontuur omschrijven in één woord? Verrassend. En als je er twee wil kon maken, aangenaam verrassend? Of, Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Jawel, positief. Ja. Ja? Nou. Ja. Drink eigenlijk weinig gewone thee. Meestal drink ik echt gember. Ja. Dat is eigenlijk best wel lekker. Ja. Ja, klinkt echt heel zweverig, maar ook brandnetelthee. Brandnetel. Ja. Jij kan echt voor de radio werken. Is het zo? Ja, man. Omdat je zo correct overkomt, lijkt het zo, snap je? In de setting waar we nu in zitten, probeer ik wel, zeg maar... misschien dan wel wat netter te doen. Serieuzer over te komen dan ik normaal gesproken ben. Hoeft niet, hoor.
Maar als ik echt gewoon de idioot ben die ik thuis ben, dan, dan ring je geen weg. Gelukkig. Als je moet ook af en toe gewoon even... Het hoeft niet zo serieus te zijn altijd. There's a time and a place for it. Ja, ja, nee, sowieso. Iets wat je niet op een eerste, tweede date al, zeg maar... Je laat langzaam... Tweede date vind ik wel al dat je wel iets ziet wat relaxter kan doen, hoor. Precies. En in de tussentijds heb je wel contact via telefoon of via de app of wat dan ook. En dan laat je al wat soms wat plagerige dingetjes ga je gooien. En, en dan is het anders. En nu is alles natuurlijk een soort van gecomprimeerd in die, 24 uur. Ja, we hebben gewoon helemaal geen voorspel gehad, zeg maar. Nee. Ja. Zonder voorspel kun je prima tot een happy end komen. Dat hebben Emma en Sven maar weer bewezen. Zij zijn verliefd en goed ook. Het avontuur zit er zo'n beetje op. Ja. Het is snel gegaan, hè? Heel snel gegaan. Ja. Maar dat heb je als je het naar je zin hebt. Ik denk echt wel dat we naar elkaar toegegroeid zijn. En die aantrekkingskracht, het is wel gewoon tot nu toe bewezen, zeg maar. Dat er ook is. Ja. Nee, zeker. Dus ik ben echt heel tevreden met hoe het allemaal verlopen is. Ja, ik ben blij verrast. En het voelde heel snel al vertrouwd. Ja. En we hebben ook wel echt leuke momenten gehad. Het kampvuurtje de eerste avond en de bonbonproeverij. Ja. Toen we ons eerste kusje hadden. Oh. Ja, het voelt wel gewoon goed verder. Ja. Ja. Nou. Gewoon een beetje een klein kriebeltje. Mooi. Dat is ook, ook aan mijn kant. Dus, oké. Ja. Nou, omdat het natuurlijk zo goed is gegaan, heb ik wat mee. Oh. En het is een hele mooie brief. Oh, spannend. Oké. Lieve Emma en Sven, gefeliciteerd met jullie liefdessucces in Lang Leven de Liefde. Jullie gaan als match de deur uit. Na een aftastende start sprong 's avonds bij het kampvuur dan echt de vonk over. Overduidelijk voor jullie beiden was dat er een enorme fysieke aantrekkingskracht in de lucht hing. Gelukkig werd Emma's geduld beloond met een lang verwachte kus. Sven en Emma, na een geslaagd verblijf in het appartement, mogen jullie gaan vertroeven in Fletcher's Zuiderduin Beach Hotel. Geniet van elkaar en veel geluk. Lieve groet, het team van Lang Leven de Liefde. Heel lief. En heel leuk. Ja, leuk. Ja. Dan kunnen we koffers pakken, denk ik. Ja. Ja? Ja. Let's go. Het is gelukt. Sven heeft in Emma de vrouw gevonden die ervoor zorgt dat hij de wereld wil ontdekken. Het avontuur opzoekt, maar bij wie hij ook heerlijk op de bank kan kruipen. Kortom, Emma en Sven zijn een match. Wil jij ook onze hulp bij het vinden van die ware? Geef je dan snel op. Op een mooi avontuur. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. 24 uur zitten erop, hè? Ja. Ja. Ik wil wel beginnen, hoor, als jij dat prettig vindt. Ja, kom maar. Vanaf het moment dat ik binnenkwam, hebben we echt leuke gesprekken gehad. Bla, 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 bla. We hebben echt eigenlijk de hele tijd doorgeluld. Maar ik heb ook wel het idee dat je goed hebt leren kennen. En ja, ik heb het wel echt leuk gehad. Ik vind je ook echt een leuke gast. Ik heb daarbij wel het idee dat het genoeg was zo. En niet dat ik nu denk van, oh, wat jammer dat het stopt. En ik wil eigenlijk nog veel meer met jou doen. En ja... Ja, wat je aangeeft, gewoon vanaf het moment dat je binnenkwam, ging het echt wel goed. En we hebben echt gewoon wel lol gehad met z'n tweeën. Ja. Dus wat dat betreft echt zeker geen vervelende periode gehad. Nee, geen slechte match of zo. Maar het is, ik weet niet. Het is gewoon net niet dat we elkaar willen zoenen of zo. Nee, precies. We gaan niet verlengen, ja. Dus kom, we gaan naar beneden. Let's do this. Dankjewel voor deze date. Ja, jij ook bedankt voor je tijd. En was leuk. Oké. Wel thuis. Doei, lieverd. Ciao, ciao. Kelly vindt het jammer dat deze 24 uur geen klik heeft opgeleverd. Maar ze is wel een mooie ervaring rijker. Toch gaat ze vanaf nu weer zelf op zoek naar de liefde. En dat geldt ook voor Rick. Het was erg leuk, maar ook best veel. Dus de volgende date bouwt hij de spanning toch liever iets langzamer op. Dit is Esmee. Zij is medewerker op het expertisecentrum Sociale Zekerheid. 29 jaar oud en woont in Enkhuizen. Ze heeft de nodige ervaring opgedaan qua relaties. Dus ze zoekt bij ons vooral de expertise voor het vinden van de juiste man. Mijn familie is heel belangrijk voor mij. Voornamelijk de laatste jaren heel erg geworden. En dat komt eigenlijk door het verlies van mijn moeder. Nou, mijn moeder zei altijd, Es, je moet eerst alle snoepjes geproefd hebben voor je het kerstje op de taart hebt gevonden. Dus dat heb ik ook letterlijk gedaan toen vroeger.
Oké. Qua uiterlijk zoek ik een grote man, maar niet heel dik. Maar het hoeft ook niet heel dun, want ik hou ook niet van die plankjes. Ik vind het prima als je in de sportschool staat, maar het moet niet je leven beheersen. En tatoeages vind ik ook wel leuk. Wat vind ik afknappers? sportschoolfoto's. Oh, ik vind dat echt vreselijk. Die alleen maar in de spiegel kijkt. En dan loop je in de stad en dan zit hij bij elk raam zit hij naar zichzelf te kijken. Oh, dat vind ik vreselijk. Ja, oh ja, vegetarisch. Mijn ex was ook vegetarisch en het was alleen maar irritant. Oké, bij deze één grote carnivoor. Dit is Erik. Hij is 36, komt uit Muidenberg en is monteur van kozijnen. Het deurtje naar zijn hart ging zo'n 4 jaar geleden op slot. Maar die heeft hij inmiddels weer aardig op een kiertje staan. Ik ben wel aardig bewust van mezelf. Ik hou van mezelf. Ik vind zelf dat ik nu al langere tijd goed bezig ben met werk en dergelijke. Ik heb alles op een rijtje staan. Ja, ik vind dat er ruimte en tijd is voor een vrouw. Dus ik gun het mezelf. Ze moet wel een klein beetje IQ hebben. Ik moet niet het gevoel hebben dat, dat ik alles moet uitleggen, zeg maar. Ja, ik vind het belangrijk dat het iemand is die niet te dominant is. Iemand is die graag geeft. Als we het over uiterlijk hebben, dan is het belangrijk dat een vrouw niet superdun is en zeker niet superdik. Voor mij is het achterwerk heel belangrijk van een vrouw. Voor mij belangrijker als de borst, om het zo te zeggen. Ja, goed, voor mij is de combinatie eigenlijk tussen het innerlijk en het uiterlijk wat het totaalplaatje maakt. Hoi. Hoi. Leuk je te ontmoeten. Hoi. Kunnen ze mee? Ik ben Erik. Hoi. Erik? Ja. Hoi. Hoi. Aangenaam. Ja, dankjewel. Ik heb nog wat meegenomen voor je. Oh, nou, ik ook voor jou. Maar... Nou, dat is leuk. Zal ik het als eerst geven? Ja, dat is goed. Kijk, chocola. Ja, goed. Altijd goed. Mooi. Lekker, dankjewel. Nou, nou, ik zal ook even pakken, want ik heb natuurlijk ook wat meegenomen voor jou. Ja, wel leuk. Kijk. Alsjeblieft. Nou, zal ik het ook even openmaken? Oh, kijk. Ja, ik weet niet of je het kent, maar ik woon in Enkhuizen. Oké. Ik ken Enkhuizen wel. Ja. Oké, en wij hebben de Almanak. En die schreef eigenlijk over wat er in dit geval in 2023 gaat gebeuren. Oké, nou hou ik hem nog even dicht. Ja. Ja, leuk. Nou, leuk zeg. Ja, zullen we even wat drinken? Ik wou net koffie pakken, maar ik weet niet hoe het apparaat werkt. Nee, ik zal er samen even kijken. Ja. Volgens mij ken ik deze wel. Oh, kijk, dat is top. En jij drinkt wel koffie, dus? Ja, best wel veel, ja. Ik begin 's ochtends toch wel eventjes met een kopje koffie. Nou, ik begin eigenlijk de dag altijd met een Red Bull, dus... Red Bull 's ochtends? Ja. Ja, goed. De andere mensen drinken koffie. Ik drink een Red Bulltje 's ochtends, ja. Goh, krijg je het weg? Dit is Trusje, een 72-jarige kunstenares uit Purmerend. De liefde is absoluut geen vreemde voor haar geweest. Verdriet ook niet. Vandaag hoopt ze een begin te maken met een nieuw romantisch meesterwerk. Ik heb 3 relaties gehad. Allemaal grote liefdes, uiteraard. Mijn eerste man die werd verliefd op een andere vrouw. En mijn tweede man is overleden. En mijn derde liefde is ook overleden. Mooie. Ik heb geleerd dat iedereen zichzelf moet blijven en dat je die niet moet veranderen. En dat ze me nemen zoals ik ben. Ik hoop een hele lieve, zorgzame, mooie man te ontmoeten. Die vrolijk is, humor heeft, lief is voor me. Waar ik af en toe lekker tegenaan kan leunen. En die goed kan luisteren. Mijn ideale man heeft een mooi charisma gezicht. Mooie handen. Armen met wat haartjes erop, vind ik mooi. Een man die voor zijn vrouw gaat. En waar je trots op mag zijn als je ernaast loopt. Dat is een prachtig beeld wat Trusje daar schetst. En wij hopen natuurlijk dat Theo helemaal in dat plaatje past. Hij is 73 jaar, gepensioneerd systeemanalist en scharrelt nu al 15 jaar door Uggelen als vrolijke vrijgezel. En ook de digitale wereld is hem niet onbekend. Ik heb heel veel gereageerd op datingsites. En dat liep dan elke keer mis. Ik vind het heel erg gezellig om samen uitgebreid te koken. Kaarsje op tafel, muziekje, lekker glaasje wijn. Maar niet eentje voor 2,50, maar een echt lekker glaasje. Het uiterlijk van een vrouw is toch wel belangrijk. Ik hou niet van groot en dik. Ik hou eerder van klein zwart haar. Verder moet iemand kunnen praten over wat fijn is, wat niet fijn is. Communicatie is voor de relatie zo ontzettend belangrijk. Hallo? Hallo. Ik ben Trusje. Als ik een hug geef. Ik ben Trusje. Trusje? Ja. Theo. Theo. Ja. Aangenaam.
Eindelijk, hè? Ja, leuk, hè? Was je ook zo gespannen erover? Ja. Ja. En vooral de laatste paar uren. Ja, het is wel wat, hè? Ja. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Nou, ga ik eens even bekijken. Ik ben ontwerpster en dat is een van mijn... Oh. Ik heb altijd in mijn eigen kaartjes op de spullen zitten. Creatief. Ik ben een kunstenares van origine. Wauw. Ja. En wat voor kunst doe je met name? Nou, dat ga je zo direct bekijken. Oké. Ja. Nou, er zit iets in en dat is nog niet heel. En dat moet ik even bij je omdoen. Dus ik ga je een beetje versieren. Alvast. Wat leuk dat een vrouw mij versiert. Ik heb een kralenwinkel. Vind je het leuk om een armbandje om te hebben? Ik zal normaal gesproken niet gauw een armbandje omdoen. Maar... Nou, misschien ga je het leren. Dit is een rozenkwartje. Dat is de liefde, hè? Dat gaat om de liefde. Is het, moet die strakker? Nee, is goed zo. Is het goed? Oh, misschien ga je het leuk vinden. Truusje, hè? Truusje, ja. Truusje en Theo. Ja. Dat klinkt leuk, hè? Zo, flink is de knoop erin. Dat is elastiek. Nou, dat kan nooit meer af. Ja. Nou, wie weet, hè? Even naar je handen kijken. Ja. Is altijd leuk. Ik heb mooie handen voor ze. Ja, je hebt mooie handen. Ja, fijn. En kouwen. Je hebt koude handen, ja. In het andere appartement moet Esmee nog even bijkomen van het feit dat haar date Erik het liefst ontbijt met een blikje energiedrank. Valt toch een beetje terug op je Red Bull 's ochtends. Oh ja. En doe je dat dan op de zaak of bij mensen thuis? Nee, in de auto. Oh ja. Onderweg. Maar die drink vaak ook niet leeg hoor. Eigenlijk is het tot de helft. En dan, Overal blikjes? Of ja, heb je dat wel? Dus, ja, dus het is eigenlijk een beetje vuilnisbelt in jouw auto. Ja. En jij bent hardcore fan? Oh ja. Oh ja. Ja. Op festivals en zo, dan ga ik wel liever naar de hardcore als hardstyle of zo. Oh, ja. En dat luister ik dus eigenlijk nooit, nee. Nee, maar eigenlijk moet je hardcore ook niet luisteren, dat moet je voelen. Dus, nou dan voel ik het niet. Nee, duidelijk. Hey, maar zullen we even een boodschappenlijstje maken? Ja, dat is een goed idee. Had jij iets bedacht? Nee, kan jij koken? Ik ben wel een man, hè. Ja, goed, misschien iets van pasta dan met zalm of zo? Ja, dat kan. Oké. Okay. Nou, jij wilt voor de ochtend waarschijnlijk Red Bull hebben. Nou, dat heb je wel goed, ja. En hoeveel moeten dat er dan zijn? Een stuk of 12. Nee joh, als ik er 3 heb, is genoeg hoor. Oh. Maar hoeveel koffie drink jij? Ja, 4 kopjes of zo. Ja. Maar daar zit geen suiker in. Nee, maar wel caffeine. Is er nog iets anders? Heb je nog iets wat je graag tussendoor eet? Maar... S'avonds voorbij een drankje? Ook niet echt. Nee. Doe je nooit een borrelplankje of zo? Nee. Plankje kaas? Nee. Vlees? Nee, soms haal ik wel eens van die bakkies of zo, weet je wel. Met worst of kaas. Maar nee, ik ga dat niet op een plankje leggen en begon dus doen of zo, nee. Ik heb ook nog een briefje voor je. Lieve date, het is moedig dat je dit avontuur met mij wilt aangaan. Hopelijk hebben we een fijne 24 uur vol gezelligheid en aandacht voor elkaar. Liefst Truusje. Die aandacht vind ik wel belangrijk. Ja, zeker. Dat is ook de reden dat ik nog niet mijn spulletjes ook meteen mee naar binnen heb genomen. Ik wilde gewoon eerst aandacht voor jou en de ontmoeting. En de rest komt later wel. Ja, vind ik leuk dat je dat zo bedacht hebt. Ja. Kijk, en dan kan je... Tijd en aandacht. Ik ben een illustrator een beetje, dus dan kan je een beetje kijken wat ik doe, hè? Dus ben je ook creatief? Nee. Oh. Pak ik nu mijn spulletjes. Ja, leuk. Ik had ook iets voor jou. Oh, wat gezellig. Zo. Lijkt meer dan het is misschien. Nou. Nou, om te beginnen een bloemetje. Dat vindt iedereen leuk. Dank je wel. Mooi, ze zijn mooi open. Heb je goed gedaan. Bij rozen, ik vind eigenlijk rode rozen het mooist. Ja. Maar rode roos, dat staat voor de liefde. Ja. En dat weten we nog niet. Nee. Daarom heb ik die gele genomen. Ja. Dit staat voor mij voor de zon en de warmte. Ja, goed zo. Weet je wat van wijn? Ik weet niks van wijn en ik drink ook geen wijn. Oh, je drinkt ook geen wijn? Nee. Dat is wel heel jammer. Ja. Want ik drink regelmatig een glaasje wijn. Ja, dat vind ik leuk voor je. Goed, dus die wijn die is ook heel lekker bij een stukje kaas. Ja, oh, kijk. Dus ja. Ook een lekker stukje kaas. Ja, maar daar ben ik toch. Mee. Dit is een van mijn favorieten. En mij ook. Mooi. Ja.
Zou jij mij een drankje aanbieden als jij mij zou zien op een festival? Ja hoor. Ach. Ja hoor, tuurlijk. God, wat fijn. Maar ik ben niet zo moeilijk. Nou, nee, dan gaat het compliment. Nou. Waar hoop jij morgen wakker te worden? Waar ik? Nou, hier. Niet buiten? Nee, niet buiten, nee. Ah. Zal het zijn. Ja, ah. Heb je daarover nagedacht? Bank of bed? Mij maakt het niks uit. Ik slaap gewoon in bed en ja, ik heb daar geen moeite mee. Nee, ik ook niet. En als je wat doet wat ik niet wil, krijg je gewoon stom van me. Ja, en andersom ook. Je bent wel makkelijk. Ja, zo lijkt het. Oh. Ik wil eerst weten, wat heb jij voor hobby's? Mijn hobby's liggen vooral op het terrein van sport. Oh. Ik hockey nog in de competitie. Zo. En ik hockey ook nog bij een club. Dat heet de 60-plus club. Want dus daar... je bent 60-plus? Je bent nog niet eens zo grijs, man. Ja, oké. Okay, nou, dat weet je wel. Als ik ben 60-plus. Ja. Ja. Anders mag je geen lid worden van die club. Nee. Maar vanuit die club hebben we ook een Nederlands elftal. Ja. En daar spelen we dus ook mee op toernooien en wereldkampioenschappen. Wat Europese kampioenschappen. Noem maar op. En dat is voor het grootste deel ook mijn sociale leven. Ja. Ik heb in Wormerveer dus een kralenwinkel. Hm? Ik heb in Wormerveer, daar heb ik een kralenwinkel. Je hebt Wormerveer. Ja. En dat heb ik al 27 jaar. Zo. En daar ontwerp ik. Ik repareer. Iedereen komt daar gezellig langs. Koffie drinken ook en niks kopen. En het is ook een beetje een sociaal gebeuren. Maar ik doe het gewoon omdat ik heel fijn bezig ben. Wat je ook moet weten is dat ik extravagant gekleed ben vaak. Ja. Ik heb altijd... nu niet. Nee, nu niet. Ik hou me in. Maar ik heb altijd hele mooie, gekke kleren. En, ik vind het wel leuk als iemand iets eigens heeft. Ja, dat heb ik. En daar val ik ook door op. Maar... ja. Dat heb jij niet, maar dat geeft niet. Dan ben je bij mij dus helemaal aan het verkeerde adres. Maar jij maar accepteert dat ik zo ben. Ja. Nou, dat is bij mij ook iets wat heel hoog in het vaandel staat. Elkaar accepteren zoals je bent. Ja, tuurlijk. En misschien vind je het hartstikke leuk en dan geniet je ervan. Ja. Nou, ik ben wel een gezelschapsmens, maar ik ben heel graag alleen ook. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg om alleen te zijn. Nee. Ik heb een spreuk... Stilte is het mooiste geluid. Ja. Ik vind het prima als het gewoon helemaal stil is. Is ook goed, ja. Gezellig. Ik vind je leuk. Ja. Hoor je me? Ik zeg, ik vind je leuk. Dat hoorde ik. Gelukkig maar. Ja. Hoe flirt jij? Ja, flirten zoals je flirt. Ik bedoel, dat is toch op elke situatie verschillend. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, nou goed, dat. Gewoon jezelf zijn. Ja. Oh ja. Nou, goed verhaal. Ja, hè? Lekker kort ook. Ja. Ik doe nog even een sigaretje. Oh, hoeveel rook je eigenlijk op een dag? Ik rook, wat is het? Als ik stress heb, dan rook ik 20 op een dag. En als ik geen stress heb, dan 13 of zo. Maar goed, dat is van 6 uur tot 6 uur 's avonds. 'S Avonds rook je niet? Nee. Oh, dat is wel netjes. Maar ja, je begint wel 's morgens. Ik rook niet thuis, zeg maar. Niet binnen. Oh ja, dat vind ik ook netjes. Nou ja, wel op het toilet, maar ik heb... Jij rookt op het toilet? Ja. Jij rookt op het toilet? Ja, dan is het niet in mijn woonkamer. Dus 's ochtends, dan is daar mijn eerste peukje, zeg maar. Nee. Zo bedoel ik het, ja. Je rookt... Hoezo is dat zo raar? Hoezo is dat zo raar? Nee? Je rookt in de toilet? Ja, gewoon in de badkamer, ja. Als je aan het klaarmaken bent? Ja, of als ik op de wc zit. Jij rookt als je op de wc zit? Nou goed, je maakt het nu wel een beetje een heel vreemde gewaarwording zo. Ik vind het ook een vreemde gewaarwording. Ja, dat merk het. Ja. Nou ja, misschien is dat iets te intiem om te delen nu al. Ja. Okay. Nou, rook zo. Ja, ik rook even snel een peukje. Ja, succes. Zie ik je zo weer. Ik ga naar boven. Hoe doen we het met slapen? Gewoon lekker, goed. Ja. Ik vind het wel leuk dat je dat zo vraagt. Ja. Ik had zoiets van... als het goed is,
tegen die tijd dat we gaan slapen, vinden we het allebei heerlijk om gewoon lekker in bed te gaan. Nog even tegen elkaar aan te liggen. Wat dan ook. En dan heerlijk te slapen. Mochten we dat niet zo voelen. Oké, ik hockey, wat ik al zei. Hè? Met mijn team spelen we vaak ook toernooien. En dan zijn we ergens, gaan we in een hotel. Dan deel ik ook de kamer met een teamgenoot. Ja. Daar ga ik ook echt niet tegenaan liggen, hoor. Nee. Dus als ik dat met een teamgenoot doe, waarom zou ik dat niet met jou kunnen? Nee, maar kijk, snurk je? Sommige mensen zeggen dat ik snurk. Dan moet je me een duw geven en dan is het over. Nou, dat kan, ja. Maar jij hebt er dus ook geen probleem mee? Nee hoor, prima. Oké, wat gaan we doen? Nou, niet de hele tijd zeggen wat we gaan doen, want we kunnen ook gewoon chill even zitten. En ja, maar we zitten al de hele tijd. Kan je een beetje dansen? Ik kan hakken. Dat is geen dansen. Oh nee, jij hakken dan? Nee, dat is toch niet echt dansen? Nee, het is toch een dansvorm? Jij vindt dat geen dansen. Oké, ik vind dat geen dansen. Het is in principe een dansvorm, ja. Ach ja. Ja. Ik vind je het leuker dan het licht wat gedempt is, vind ik ja, veel. Ja, maar zo. Je bent ook gespierd of zo? Gespierd of zo, ja. Ik ben ook gespierd, hoor. Voel maar. Wauw. Ja. We gaan koken. Is goed. Gezellig? Ja. Oh, er gaat een hoorapparaatje. Ja, ik hoor het. Ik heb alleen geen flauw idee hoe dat ding werkt. Nou, dit is dus echt niks voor mij. Het kookt over. Ja, ik zie het. Nou, welkom bij Koken op TV met Erik. Ik had eigenlijk gehoopt dat mijn date goed kon koken, maar ja, blijkbaar moet Erik het doen. Ja, oh god, jezus, ik stoot mijn kop. Oké. Is niet slim, hoor. Nee. Kusje op. Ja, daar, ja. Nou, lieverd, jij mag daar aan de gang gaan. Ja. Hè? Kijk dan, de helft is nog allemaal niet gaar, zie je? Kijk. Maar hoe lang kookt het? Heb je het opgemeten? Nou, het had al lang klaar moeten zijn. Ja, dus iets klopt er hier niet. Iets gaat niet goed. Nou, eet smakelijk dan. Smakelijk. Nou, ik heb je verteld dat die pasta nog niet goed was, hoor. Is het nog erg hard? Ja. Zo, en wat had je voor ogen gehad voor een vrouw? Wat was je wens? Wat heb je gezegd? Qua uiterlijk is mijn ideaalbeeld, om het zo maar te zeggen... Ja? Is zoals veel vrouwen in Azië eruit zien. Ja. Dus vrij klein, ja? Tengere vrouw. Ja. Ja. Dat, ja. Ja. Ja, daar hou ik al van. Dat hoeft voor mij ja. niet groot. Nee, en is dat dus donker, blond of... Nou, de kleur haar vind ik niet interessant. Nee. Je moet het doen met wat je hebt. Zo is het. Dan moet ik ook even hiermee doen wat ik heb. Want Proef eens even dit. Of jij hem lekker vindt. Mag ik met mijn vinger doen? Ja, dan mag je met je vinger doen. Ja. Jij stopt je vinger erin en ik lik hem af. Of is dat te intiem? Dat is erotisch, hè? Voel je toch? Ja. Morgen wil Theo de 24 uur maximaal benutten. Stel, je vrijt met elkaar. Ja. Hoe kijk je er dan op terug? Ja. Vind je het nog gezellig om er weer even bij moet komen liggen? Tot morgen.